Hello Fashion is een project wat ik 2 jaar geleden heb gelanceerd. Het is eigenlijk ontstaan vanuit mijn verbazing, maar ook een beetje vanuit mijn frustratie voor de modewereld. Omdat ik het best wel raar vond dat alle ontwerpen die ik maakte, dat die na 1 seizoen eigenlijk weer verdwenen. Omdat er weer een nieuwe collectie gemaakt moest worden. Ik kwam erop uit dat ik eigenlijk gewoon aan 1 grote collectie wil werken die alleen maar blijft groeien en altijd blijft bestaan. Ik probeer zoveel mogelijk dingen te ontwerpen die bijna nu al een soort klassiekers zijn. De vorm van een jurk blijft altijd hetzelfde, maar kan per seizoen van materiaal verschillen. Het kan het ene seizoen wol zijn en het andere seizoen zijde, waardoor het kledingstuk eigenlijk een ander kledingstuk wordt. Niet in vorm, als wel in uitstraling. Dus dat betekent dat als je die jurk hebt gekocht en je vindt hem heel fijn, dat je bij wijze van spreken ook een winterversie van datzelfde kledingstuk zou kunnen aanschaffen. Ieder kledingstuk heeft een nummer en een naam en de naam zegt iets over het kledingstuk. Nummer 1 is gewoon eigenlijk het eerste ontwerp wat ik in de collectie heb gestopt. Dus je kan altijd zeggen van, nou ja, ik wil nummer 28 kopen of ik wil nummer 35 nog eens een keer zien. Ik vind namelijk dat Hello Fashion voor iedereen is. Dus in de fotografie kiezen we er ook voor om het op zoveel mogelijk verschillende mensen te portretteren. Dus we maken eigenlijk steeds portretten van mensen in mijn kleding, in hun eigen omgeving. Om zo eigenlijk het persoonlijke van het hele project. Dat ik probeer natuurlijk als ontwerper zo dicht mogelijk bij de mensen die het dragen te staan. Dus ik wil dat in de fotografie ook heel erg laten zien. Ik denk dat Hello Fashion zich naast kleding ook naar allerlei andere aspecten kan uitbreiden. Zoals dingen in je interieur of zelfs een heel huis, een heel Hello Fashion huis. Ja, ik vind dat zelf wel een prettige vrijheid.